De CX-60 die we hier bij ons hebben, is niet alleen een imposante SUV geworden, het is ook de krachtigste productie Mazda ooit en de allereerste plug-in hybride van het merk. En we gaan vandaag eens kijken of de Japanners hun huiswerk goed gedaan hebben. Voor meer tests en het meest recente autonieuws kan je ook terecht op onze website autogids.be. Dan gaan we nu even kijken wat we vandaag over deze Mazda kunnen vertellen. Ja, Hans, voor de CX-60 hebben de ingenieurs van Mazda dus een volledig nieuwe basis ontworpen. Maar ze hebben wel hun best gedaan om er nog altijd als een Mazda te doen uitzien. Of wat ja, inderdaad. Op het eerste gezicht vooraan is het duidelijk nog zo dat Mazda-gezicht. Hè, met zo'n beetje dat guitig mondje op een manier dat je kan zien in die grill. Ja. Maar dan wel veel kleinere koplampen dan we eigenlijk gewend zijn. Dus ja. het is een beetje een andere balans. Mm. Maar je moet eens hier opzij komen kijken, het is daarom dat je het eigenlijk ziet. Dus het is eigenlijk de afstand tussen de portieren en de voorwielen. Er hebben altijd bij auto's op een achterwiel aangedreven platform. Die voorwielen staan een beetje verder naar voren, omdat de motor in de lengte ligt en iets verder naar achter ligt, liggen de voorwielen wat meer naar voren. Ja. Een langere motorkap en daaraan zie je dat, dus eigenlijk, dat we hier eigenlijk met een auto te maken hebben die dat aan de basis achterwielaandrijving heeft. Hè. Ja. Natuurlijk, in dit geval is het vierwielaandrijving, dus er takt ook een kardan af naar de voortrein. Maar in de basis is het eigenlijk een achterwielaandrijving platform, zoals BMW en Mercedes ook doen op zo'n grotere modellen. Hè. Jaguar onder andere ook. Ja, want daar willen ze bij Mazda ook eigenlijk mee concurreren. Hè. Ja, daar willen ze zich wel graag mee associëren. Hè. Misschien wel voor het eerst hè, dat ze toch ook wel een beetje dat cliënteel op het oog hebben. Ze hebben hier, en dat is minder karakteristiek voor Mazda, meestal hebben ze zo een redelijk gesculpteerde flanken van hun, bijvoorbeeld een 3 of een CX-5, dat is een redelijk verzorgd ontwerp. Hier is het nogal recht afgesneden. Hè. Je ziet dat heel duidelijk in de uitsnede van de deuren. Mm-hmm. Dat hebben ze gedaan om eigenlijk zoveel mogelijk binnenruimte, het interieur zo breed mogelijk te kunnen maken. En wat ook opmerkelijk is, bij de meeste SUV's of crossovers of wat dan ook, zie je altijd van die zwarte randen rond de wielkasten, om zo de wielen visueel nog wat groter te laten lijken. Ja. En hier een zwarte rand onderaan, om die zijkant niet zo massief te doen ogen. Mm-hmm. Dat hebben ze hier niet gedaan. Dus alles is in koetswerkkleur, waardoor hij aan de zijkant wel een beetje zwaar op de hand ligt. Ja, want het exemplaar dat we hier hebben staat op wielen van 20 duim, maar je zou het op het eerste zicht niet zeggen dat ze zo groot zijn. Nee, inderdaad. Ze vallen eigenlijk relatief klein uit hè, op dit model. En dat heeft natuurlijk te maken met die redelijk massieve flanken. Hè. Het is natuurlijk ook een groot model. Het is momenteel ook het grootste model dat ze in het aanbod hebben. Toch in Europa. Misschien nog wel interessant om erbij te vertellen. Dus dit is de CX-60. Mm-hmm. Er komt ook nog een CX-80. Ja. En dat is eigenlijk de langere versie. En dan in de Verenigde Staten zijn er eigenlijk twee varianten. Dus er is de CX-60, CX-70, die is breder. Mm-hmm. En de CX-80 is daar CX-90. Dus dat is ook een 7-zitter, maar dan ook nog breder. Dus dat is eigenlijk al... Ik denk dat dat bijna een Range Rover formaat zal zijn. En de CX-80 die er bij ons komt, die zal ook 7-zitplaatsen hebben? Ja, inderdaad. CX-80 wordt een 7-zitter. Dus deze CX-60 is de PHEV, dus de plug-in hybride versie waarmee dat model gelanceerd is. Maar er zijn ook nog andere motoren in het gamma. Ja, inderdaad. Ja. Dus eerst en vooral, hij is op de markt gekomen als plug-in hybride. Maar in de loop van 2023 komen er ook twee volledig nieuwe motoren ook nog bij. Mm-hmm. Opvallend genoeg twee zescilinders, twee zes-in-lijn motoren. Ja. En 3 liter benzine, atmosferisch, dus zonder turbo. Oké, okay, dat is bijzonder, ja. Ja, dat is totaal tegen de tendens van vandaag in. En een 3,3 liter turbodiesel. Ja. Dus dat is toch wel iets om naar uit te kijken. Ja. Mazda zegt, en dat is natuurlijk zo, hoe strenger de emissienormen of hoe lager je de emissies van giftige stoffen wil krijgen, kan je beter met een iets grotere motor doen dan met een iets te kleine motor. Ja. Dus vandaar dat zij met oog op de toekomstige Euro 7 uitstootnormen bijvoorbeeld, onder andere daarom, al gekozen hebben voor iets grotere longinhoud. Ja, bij Mazda spreken ze ook dikwijls van right-sizing in plaats van downsizing. Ja,
Dus, ja. En die, het feit dat 6 cilinders in lijn zijn, dat is ook weer een beetje een knipoog naar BMW. Ja, ja, absoluut. Het is een beetje het BMW-recept. BMW is eigenlijk bijna afgestapt van zijn 6 cilinders. Zeker bij de benzines. Dat zijn vooral 4-cilinder-turbo's geworden. Maar ja, Mazda pikt dat recept gewoon terug op. En ja, we zullen het volgend jaar zien. Het is in elk geval een interessant aanbod. We zullen zien hoe het werkt. Hè. Ja. Of het een beetje binnen de perken blijft qua verbruik. Maar de benzinemotor van de plug-in hybride, dat is een 4-cilinder. Dat is een 4-cilinder. We gaan hem laten zien. Opvallend, dus onder de motorkap zit eigenlijk nog eens een soort van motorkap. Hier zit een plastic klep. Meestal moet je dat zo wat los prullen, maar hier hebben ze een mooi scharniersysteem ingebouwd. Kijk, en dan kan je dat klepje hier nog eens ophangen aan de grote motorkap. Ah ja, dat is wel origineel proper gedaan. Ja, netjes. En dan zie je daar redelijk van achter. Dus een 4-cilinder, 2,5 liter, atmosferisch, draait volgens de Atkinson-cyclus. Ja. Zoals meestal bij hybrides. Ja, voor het rendement eigenlijk. Inderdaad. Ja. Voor een beter rendement. In combinatie. Dus deze is 191 pk sterk. Mm-hmm. En dan zit er een elektromotor van 175 pk rond de krukas. Ja. Dat gaat door een achterrapsautomaat. Die achterrapsautomaat, opvallend genoeg, ook anders dan gewoonlijk, die werkt niet met een koppelomvormer, maar met een meerplatenkoppeling. Oké. Okay. Ja. En het gezamenlijke vermogen is dan? 327 pk. Oké. Okay. Dat is stevig. Hè? Ja, voilà, zoals je zei, het is de krachtigste straatauto ooit van Mazda. Ja, ja. En dus de elektromotor zit mee hier van voor, hè, aan de krukas, zoals dat je zei. Dus al het vermogen komt van hier. Dus het is niet dat soms bij hybrides dat de elektromotor op de achteras zit. Ja. Dat is niet het geval. Nee, het is eigenlijk een echte vierwielaandrijving. Ja, inderdaad. Een heel klassieke opstelling eigenlijk. Hè. Dus met een Cardanus die van voor naar van achter gaat. En dan nog een tweede Cardanus die hier naar voren gaat. Het is een plug-in hybride. Dus we zitten met een batterij. Die zit zoals gewoonlijk onder de achterbank. Mm-hmm. 17,6 kWh. Ja. En dat zou in theorie volgens de WLTP-testcyclus goed moeten zijn voor 68 elektrische, volledig elektrische kilometers. Ja. Ja, dus Hans, we hebben gezegd volledig nieuw platform, in de basis achterwiel aangedreven, maar in dit geval dan wel op de vierwiel aangedreven, maar dus volledig nieuw. En het resultaat mag er zijn. Goh, je voelt natuurlijk wel dat die balans zit van nature al wel goed natuurlijk. De gewichtsverdeling is iets beter en je zit dan ook eens met dat gewicht van de batterijen achteraan. Mm-hmm. Dat helpt altijd. Het is wel veel gewicht. We spreken over 2,1 ton in totaal. En dat voel je wel toch. Zeker de ophanging moest duidelijk nogal stevig afgesteld worden om al dat gewicht onder controle te houden. Ja. En ja, je merkt ook dat hij moeite heeft met oneffenheden, met drempels geregeld, zo stevige schokken achteraan, om het allemaal verteerd te krijgen. Dus ja, dat heb je vaak met de plug-in hybrides of met auto's die een grote batterij mee zullen tout court. En dat heb je hier dus ook. Ja, maar de wegligging op zich is wel Mazda waardig? Of? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ze hebben hier trouwens ook van hun MX-5 een snufje overgeplant. Dat is een systeem, eigenlijk een systeem waarop het ESP werkt, maar een variant erop en die remt in een bocht het achterwiel aan de binnenkant van de bocht. Remt die een klein beetje af en dat brengt een kleine lastwissel al rijdend teweeg, waardoor het eigenlijk de binnenkant vlak wordt getrokken. Dus het koetswerk wordt eigenlijk iets vlakker gehouden, de rolbeweging wordt tegengehouden en dat geeft een gevoel van dat de auto beter in de bocht. Dit is gevoelsmatig natuurlijk, hè, maar ja. Het werkt wel. Ja. En niet alleen het platform is nieuw, maar ook het plug-in hybride aandrijfgeheel, het eerste voor Mazda. Mm-hmm. Is dat geslaagd? Goh, iets wat we vaststellen tijdens de eerste testrit, en waar toen van werd gezegd van ja, maar dat werken we nog wel weg, maar dat is eigenlijk nog steeds wel aanwezig. Er zitten wel wat schokjes in die aandrijflijn. Dus bijvoorbeeld wanneer de verbrandingsmotor zichzelf in gang trapt, dan heb je soms echt zo'n klonkje in die transmissie. Ja. En dat zou eigenlijk toch niet mogen. Mm-hmm. Ik zou het een beginnersfoutje durven noemen. Het is natuurlijk de eerste keer dat Mazda een plug-in hybride maakt. Ja.
dat zijn natuurlijk redelijk complexe aandrijvingen. Ja. Sommige fabrikanten hebben daar al heel veel ervaring mee, maar Mazda nog geen. En ik denk dat dat er een signaal van is. En ja, ze hebben het ook helemaal zelf gedaan natuurlijk. Ja, inderdaad, ze hebben het helemaal zelf gedaan. Altijd een beetje koppig bij Mazda. Ja, ze zijn niet het soort fabrikant die voor van alles en nog wat samenwerkingen aangaat met andere partijen. Ze proberen het liefst allemaal zoveel mogelijk zelf op te lossen. Dat zie je dan ook natuurlijk, maar dat maakt ook dat er soms dat het soms misschien wat moeilijker loopt om het van de eerste keer helemaal juist te krijgen. Hè? Ja. Zeker van die complexe nieuwe technologieën. Je moet ook zien, natuurlijk, er zijn heel veel dingen die tegelijkertijd op de ontwikkelingstafel liggen deze dagen. Dus ik kan me dan voorstellen dat voor een kleine fabrikant als een Mazda, dat ze soms niet weten waar eerst te beginnen. Ja. En het verbruik? Ja, het is een plug-in hybride, dus het is altijd een beetje variabel natuurlijk, afhankelijk van hoeveel dat je oplaadt. Maar in het algemeen, in dit geval? Ja, het is inderdaad altijd moeilijk om daar een cijferpal op te plakken. Maar in onze gedetailleerde wegtests in het magazine hadden we een gemiddelde van een brandstofverbruik van 5,4 liter per 100 kilometer. Ja. Dus dat was het cijfer dat we daar genoteerd hadden. En dan in combinatie met een batterij van 17,6 kilowattuur. Mm-hmm. En daarmee haalden we een autonomie van 54 kilometer. Elektrisch. Elektrisch, ja. Inderdaad. Dus als je dat berekent, kan je ongeveer beeld vormen van wat dat je aan energie verbruikt de eerste 100 kilometer. Natuurlijk, bij een plug-in hybride is het altijd anders, want dan de volgende 100 kilometer rij je dan in principe met de batterij tussen aanhalingstekens leeg. Ja. En dan kom je weer op een heel ander cijfer uit. Hè. Dus ja. het is altijd, bij een plug-in hybride is het altijd een stukje ook het fiscale dan natuurlijk zijn verhaal doet. Ja, en het interieur is ook typisch Mazda? Of? Ja, inderdaad. Ik zou zeggen typisch Mazda in de zin van, en dat zien we wel in meer aspecten van de auto, ze gaan niet per se mee altijd in de waan van de dag. Mm-hmm. He, dus hier, we zien hier geen gigantisch tv-scherm centraal, dat je volledig met veeg- en knijpbewegingen moet bedienen, maar eigenlijk een redelijk sober breed scherm, mm-hmm, in zwart-wit, geen te flitsende kleuren. En hier bedien je dat met een knop. Draai- en drukknop centraal. Ja. Terwijl, ergonomisch is dat eigenlijk nog altijd de beste oplossing, want je kan dat blindelings bedienen. En je moet eigenlijk maar gewoon eventjes je blik van de weg halen en je bent direct mee. Je moet niet zitten te zoeken naar de juiste knoppen en zo. Dus dat zit wel doordacht in elkaar eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en nog wat bediening betreft. Ik zie voor de ventilatie en de airco in toestanden, dat zijn ook allemaal nog fysieke knoppen. Dus, ja, ook goede oude knoppen en dat is nog steeds het beste. Ik denk dat de meeste mensen het daar ondertussen wel over eens zijn. Nu na een aantal jaren allerhande versies van touchscreens van groot tot reuzengroot gebruikt hebben. Mm-hmm. En ja, de afwerking, daar kunnen we ook wel iets over zeggen, denk ik. Ja, het is speciaal, hè. Kakenui heet dit. Dat is eigenlijk een Japanse techniek waarin dat je een soort van stiktechniek, waarin dat je het materiaal dat erachter zit toont eigenlijk, hè, doorheen het bovenste materiaal. En dat zit er sowieso op of dat hangt af van de versie? Dat hangt af van de versie, ja. Je hoeft dat niet per se te nemen. En ik kan me ook wel voorstellen dat niet iedereen het wil nemen. Mm-hmm. Zou zeggen, het zal niet voor iedereen zijn goesting zijn. Ik vind het zelf ook niet. Ja. Het is zelf ook niet iets wat ik zou nemen. Het is op zich wel netjes gedaan. Het is iets anders. Hè? Ja, ik ben op zich ook niet echt fan van deze kleurencombinaties, maar het is inderdaad ieder zijn smaak natuurlijk. Hè. En voor de rest, we hebben al gezegd aan de buitenkant dat het een vrij forse auto is. Uitzicht dat in het interieur? Ja, dat is natuurlijk een consequentie van het feit dat die motor in de lengte ligt. Dat wil zeggen dat die wat meer naar achter zit en wat dieper doordringt onder het dashboard eigenlijk. Mm-hmm. En we zagen onder de motorcap dat die redelijk ver naar achter ligt. Ja. Dan merk je dat ook heel de cockpit een beetje verder naar achter is geschoven. En het zijn de passagiers van achter die daar eigenlijk het gelag voor betalen, zal ik maar zeggen. Nu, op zich, in een auto van die formaat hebben ze altijd wel genoeg beenruimte. Mm-hmm. Maar het is iets minder dan je hebt in een klassiek model met de motor dwars en de cockpit een beetje mee naar voren geschoven. Ja, ik moet nu ook wel zeggen, als passagier merk ik nu wel, hè, dat is ook een gevolg van de overlangse motor en dan de aandrijfas naar achteren, de middenconsole is nogal breed, dus ik kan mijn linkervoet niet zo ver opzij zetten als dat ik zou willen. Hier zit de versnellingsbak, dat is logisch. Ja.
Misschien ook nog wel interessant om mee te geven. Hier zit een systeem op. En dat is ook wel een beetje typisch Mazda, want ze hechten daar wel belang aan zo'n dingen. Een systeem waarin het, de auto eigenlijk aan de hand van een camera kijkt hij naar de positie van jouw ogen. En dan, dan moet je je lichaamslengte ingeven en dan gaat hij zelf uitdokteren wat de beste instelling is voor het stuur en de stoel, elektrische stuurkolom. Oké. Okay. Dus die gaat het dan, ja, die gaat zelf een positie uitdokteren. En dan kan je ook achteraf, als je die auto met meerdere gebruikers gebruikt, dan kan je, ja, op die manier kan je dan ook oproepen, ah ja, ik ben nummer 3 bij wijze van spreken, zet de stoelen en het stuur terug in mijn positie. Nu, in de praktijk is het misschien eerder wat een gadget, want ik heb het daarnet bijvoorbeeld nog eens geprobeerd om de auto voor mij een zitpositie te laten uitdokteren. En, mm-hmm. Ja, het is ook altijd een beetje een kwestie van voorkeur en het was totaal niet mijn zin, dus ik heb hem uiteindelijk toch nog gewoon zelf moeten instellen. Ja, zoals ik het zelf wou. Dus ja, ik denk dat de meerwaarde eerder beperkt is ervan. Maar het is toch wel het vermelde waard. Eens dat je dan je persoonlijke instellingen zelf hebt bijgesteld, dan onthoudt hij die ook wel. Dus ja, voor de dat wel. Keer. Ja, ja. Ja, ja. Dat kan je, ik denk dat je 5 of 6 gebruikers kan opslaan. En dan kan hij inderdaad, dan moet je maar gewoon zeggen, ah, ik ben die persoon. Of hij herkent je ogen. En dan, voilà. En de koffer, voldoet die aan de verwachtingen naar gelang het formaat van een auto? Het is... we hebben een volume van 477 liter. Ja. Dus dat is nu niet wereldschokkend voor een auto van dit formaat, maar ja, het is bruikbaar. Natuurlijk zit hij met een schuin aflopende achterkant. En dan natuurlijk, als je boven de hoedenplank wil laden, dan neemt al snel veel ruimte weg. Hè. Dus je kan geen valiezen tot op het dak laden. Hè. Ja. En hebben we nog een compartiment onder de vloer? Nee. Dat is... natuurlijk, hier zit een batterij nog in de bodem. Ja. Dus kijk, we hebben net dit hier. Hier zit nog een versterker. Dus nee, niet veel extra opbrekruimte, net voor een brandblusser en een ESBO-kit. Dus de laadkabel van de PHEV-versie moet eigenlijk ook gewoon in de koffer mee? Ja, die moet mee in de koffer of die laat je daar. Ja, dat is ook een optie natuurlijk. Het is al een paar keer ter sprake gekomen dat deze plug-in versie de krachtigste productie Mazda ooit is. Is het prijskaartje dan ook navenant of valt dat nog mee? Goh, het valt eigenlijk nogal mee, alleen toch als je het in zijn categorie bekijkt. Deze plug-in die kost €50.890 mm-hmm. vandaag, hè, dus in december 2022, want ja. We weten de prijzen de laatste tijd zijn nogal, die klimmen nogal vaak en snel. Maar een goede €50.000, dat is zeker en vast een stuk minder dan de Europese, soortgelijke Europese modellen eigenlijk, ja. Van dit formaat, oplaadbare hybrides. Ja. Ja, zeker in vergelijking met de premium modellen, zoals de X3 dan. Ja, voilà, dat gaat al gauw over de €60.000. Hè. Maar idem dito, bijvoorbeeld een Toyota RAV4, mm-hmm. die kleiner is, misschien van binnen wel even groot. Het plug-in hybride die gaat ook al richting de €60.000. En ook idem dito bij de Koreaanse merken, Kia en Hyundai, dus Kia Sorento is dat en Hyundai Santa Fe. Ja. Daar ook de plug-in hybride richting €60.000, dus als je dat allemaal naast elkaar legt, ja. Heeft Mazda echt al een scherpe prijs eigenlijk op deze CX-60 geplakt. Moet ik er nog bij vertellen, de diesel, die prijs is ook al bekend en dat is €47.290. Dus die duikt onder de 50. Dat is de instapversie, zullen we maar zeggen. Ja. Dus op dat vlak zeker een scherp aanbod van Mazda. Ja, absoluut. En Hans, kunnen we zeggen dat de Japanse ingenieurs hun huiswerk grondig gemaakt hebben met hun eerste plug-in hybride? Goh, we hebben het er straks gezegd onderweg. Hè. Er zijn nog een paar kleine ditjes en datjes die nog niet helemaal op punt staan. Hè. Qua verfijning eigenlijk. Kan het misschien wat beter. Ik heb persoonlijk het gevoel, maar dat zal... de test moeten uitwijzen. Ik denk dat de diesel de beste versie van de CX-60 zal zijn. Die zal ook iets lichter zijn. Maar goed, ook qua verbruik en zo, dat moeten we allemaal nog wel even afwachten. Ja. Wat we hier hebben, is vooral een heel goede prijs-kwaliteitsverhouding. Het is tegenover zeker de Europese merken, is het aanbod van Mazda een stuk goedkoper. Mm-hmm. En het mag over het algemeen, het mag zeker en vast gezien worden. Ja. Ik denk alleen, bijvoorbeeld een 3 of een CX-5 bijvoorbeeld, zijn echt in een categorie, zijn echt wel toonaangevende modellen. Dat is hier bij de CX-60 toch wel
toch wel minder. Ja. Maar ja, countert het met een scherpe prijs. Ja, ja. Het is geen MX-5 natuurlijk. Nee, nee, ongeveer dubbel zo zwaar en in alles het tegendeel. Ja, voilà. Bedankt voor het kijken. Als je meer van deze video's wil zien, dan kan je terecht op ons YouTube-kanaal. Graag tot een volgende keer.